Welkom. Weet je knop? Kaasje. Daar komt ze! Ja! Ik wil niet de deur open. Zo! Ze is daar niet. En Kira gaat ook wel een knop drukken, zoals het hard. Oh, we moeten op de knoppen drukken! Voor extra punten! Doei! Welkom aan wat van een rollenbaan, we gaan even een stukje rotelen. We moeten even dat we helemaal bovenaan zijn. Hiermee, als je naar voren doet, ga je dus sneller. En hoe verder je dit, hoe sneller je gaat. En als je naar achter trekt, dus stop. Dan stop je meteen. Maar we moeten gewoon wachten dat we weer naar boven zijn. Dat moet even duren. Maar het is leuk. Het is leuk. We zijn namelijk wat fun. Ik heb wel één keer vaker gefilmd. 2 jaar geleden. Nee, 3 jaar. Ja, 3. 3 jaar geleden heb ik die ook weer gefilmd. Dit is een soort achtbaan. Misschien als je daar kijkt, zie je daar zo meteen een rodebaan langs heen rijden. Hier, yes, stuk met de rodebaan. Komt in aan. Oh, en hier kan je hem doen als je wil dat als iemand niet alleen heeft, kan hij hier bij dit zit je mee. Dus juist als je op een zwarte en je kan dan gewoon je kind mee. We zijn bijna helemaal boven. Dat was een zusje. Volgens mij was het Quinty. Ik weet het niet zeker, want ik denk dat de anderen al weg zijn. Maar dit gaat gewoon niet open. Wat is dat? Oh, uitkijk dan. Nog een uitje genieten. Oh, jeetje!
Ik ga je lekker! Ik blijf mijn medes betalen. Kijk eens omlaag, kijk maar. Kom aan. Dat is leuk. We zijn boom. Bacon, yes. Daar gaan we. Daar gaan we, holy. Jeetje! Lekker hoor! Boom! 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 Die hobbels! Lekker! Heb ik een bootje voor mezelf! Oh, oh, oh! Ik ga nu niet zo hard meer, omdat ik een man zie voor me. Oh nee, bocht. Ik zie niks. Nee, ik zie niet meer. Oké. Okay. Ik moet even zacht, ik zie daar iemand. Ja, meer kan je niet. Ik weet het niet meer. Nou, dat is leuk. Hoi, we zijn er voor toen en we zitten in de roodbaan wat omhoog takelt.
Ik kan hem even duwen. Ik ga niet verder naar beneden gaan, maar duw daar even een tijdje voordat we omhoog zijn. Zodra ik boven ben, doe ik die in mijn beuktasje. En dan gaan we lekker een ritje maken. Ik zie dit later, want dit gaat erg lang duren. Dus daarom denk ik, ik film wel even. Ik heb hier al een ritje gefilmd. En ja, ik zie nu een camera met een groen lampje aan. En zodra we boven zijn, stop ik met filmen. Nou, ik kan proberen te filmen. Ik kan het proberen, maar ik ga nu ook even van een ritje genieten. Alleen even totdat ik boven ben, ja. Ik blijf even filmen en dan, ja. Ga ik wachten totdat hun opa en zus daar nog staan. En dan zeg je dat hun nog een keer moeten. Want mijn zusje is nu alleen voor de eerste keer. En dat wil ik graag op een video hebben. En beneden kan je ze al zien aankomen. En dat is dus goed dat je ze aan kan. Je kan ze aan zien komen. Daar ben ik blij mee. Mijn zusje Kees is alleen en mijn zusje Lucie is alleen. Eerst keer van mijn zusje Lucie. Maar dit wel. Kom maar, sneller, Lissie! Kom maar, Lissie! Nee! Ik ben te laat. Dit doe, dan film ik Lissie misschien nog. Oké, weet je wat? Ik film dan wel. Ik weet niet of ik het niet heb gefilmd. Dat weet ik niet, want ik kan ook dat ze heel snel gaan, want ik ga allereerst alleen. Ik heb het duivel snel uitgelegd. Deze dingen naar voren duwen. Dat kan dus dat ik halverwege de baan heel zachtjes moet en dat mijn zusje halverwege de baan stilstaat. Kan hè? Oh, ich sehe gerade, unsere Ankunftszeit ist doch deutlich pünktlicher als erwartet. Weil mir ist meine Taschenuhr schon wieder stehen geblieben. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist der Santa Fe Express aber immer pünktlich, nicht wahr? Wusstet ihr eigentlich, dass in diesem Ort niemand geringeres als mein Urgroßonkel Kit Carson gelebt hat? Ruhig mal mitmachen. Und er war nicht nur mein Urgroßonkel, nein, er war einer der berühmt-berüchtigsten Gesetzlosen seiner Zeit. Ja, und ein Ort, der von jemandem wie ihm beherrscht wurde, wird viele Geheimnisse und Abenteuer verbergen. Das ist
Variation, mein Lieber. So, lass uns doch gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hier ist sie! Na, nicht du, Kay. Die Schatzkarte. So, hier, da. Zeig sie ruhig mal. Hey, Kay. Hey, andersrum. Nicht du, Mensch, die Schatzkarte. Ja, sonst kann das doch keiner lesen. Ich fand sie übrigens in einem alten Koffer auf dem Dachboden. Die Karte. Ja, natürlich die Karte. Kay passt ja in den Koffer nicht rein, nicht wahr? Muffy! Beherrsch dich! Nun, Detlef, weißt du eigentlich, welche Stadt sich darauf befindet? Nein. Wie nein? Das ist Carson City. Wir stehen doch mittendrin. In diesen alten Gebäuden wohnten einst mein Urgroßonkel und seine Bande. Und heutzutage ist das Ganze nur noch eine verstaubte, verlassene alte Stadt. Wo sind die Zeiten geblieben, an denen hier noch das Leben tobte? Heutzutage wird ja alles durch diese großen, modernen Städte ersetzt, nicht wahr? Aber was macht ihr denn da? Wir sind doch nicht im Zirkus, was? Leute, nun denn, ich, Professor Spencer Carson, angesehener und aufgeklärter Professor der Universität von Illinois, Mann, Muffin, mein Diplom. Dankeschön. Danke, das wäre doch nicht nötig. Dankeschön. Danke, warum hört ihr auf? Danke. Ja, ist ja gut. Ja, haben wir es doch tatsächlich geschafft, diese Karte zu finden. Ja. Aber wollt ihr wissen, warum ich so viel Geld für euer Gehalt und eure Zugtickets ausgegeben habe? Ja. Also, lasst mich euch eine aufregende Geschichte erzählen. Sie handelt von der Legende meines Urgroßonkels. Der Legende nach soll er nämlich die gesamte Beute seiner Raubzüge, das heißt den gesamten Schatz, hier in dieser verlassenen Stadt versteckt haben. Ja, und wir reden da nicht von ein paar lausigen Dollar, nein, wir reden hier von Tausenden von Dollar, Gold, Diamanten. Ist das nicht der Hammer? Was soll der Quatsch? Ja, der muss immer alles sehr wörtlich nehmen, nicht wahr? Ja, wenn wir den Schatz finden, kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Also, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und loslegen! Yeah! Ich brauche mal eure Hilfe auf. Dreimal ein lautes Jeha! 1, 2, 3! Jeha! Quatsch, was macht ihr denn da? Ihr müsst doch erst mal auf die Schatzkarte gucken. Ihr könnt doch nicht hier den ganzen Sand umbuddeln. Dankeschön. Da steht ja überhaupt nichts drauf. So, Marvin, du schaust Richtung Zug, dann nach rechts. Mann, pass doch auf, du Esel! So, nun vom Zentrum der Stadt. Vom Zentrum der Stadt 10 Schritte machen. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So könnt ihr die Quelle des Schatzes finden. Ja. So. Was ist denn hier schon wieder los? Sag mal, ist der im Kreis gelaufen? Mann, Muffin! Wir haben das doch geübt. Immer eine gerade Linie. Aber was meint er denn mit der Quelle des Schatzes? Natürlich die Tröge! Der Schatz muss in den Trögen sein! Los! Das ist ja das. Müssen Goldnagel sein oder so? Ja, ihr müsst schon tiefer reinschauen. Was macht ihr denn da? Ach, Leute! Das nicht mal so. Nektar! Meine Güte! Alles auf die Karte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Na super, na los, helft mir sie zu trocknen. Nicht die Karte. Stopp, Moment, schau mal einmal, Finn. Der erscheint ja eine Schrift. Wow, mein Urgroßonkel war ein schlauer Mann, der hat scheinbar eine Schrift auf Kaktusblüten verwendet. Thank you.
Ja, maar hier ga je slow. Hier kan je niks aan doen, hier ga je al meteen slow. Oh, ben 2 minuten beneden. Duimpjes omhoog, Richie. Hoe was het? Alleen de foto. Nee, alleen durch den sogenannten Zauberwald und wir haben hier eine echte amerikanische Dampflok. Ja, und wir werden gerade aufgehalten. Applaus mit Stufe 3 von unserem Lokführer. Schon wieder einer.
Nee, hier. Ja, ik ga wel staan. Doe maar, mag je wel. Ja, ik ga niet alleen. Nee, ik ga beter. Neem je af, is de attractie dit slag niet? Nee. Neem je af, ga jij verder? Ja, maar niemand gaat hierin omdat het regent. Ach, ik denk dat die attractie dicht is. Nee hoor, maar hij is er. Mensen? Voor mensen? Nee. Het regent, ze willen niet nat regenen. Er is een attractie rood dat ik eigenlijk niet in verlegen er binnenuit viel. Oh my god! Er is een attractie, je stunt het dicht. Nee! Oh. Ik wil hem! Ik zie niks, dus ik denk, doe maar even aan. Je moet het zo laten. Dank je, want het ding is, ga je niet even naar beneden, want hier gaat de licht soms uit. Ja. Maar ik kan het gewoon heel makkelijk maken. Ja, dat vind ik. Dit is zoals... Nee, ik wou dat niet. Maar jij mag dat gewoon doen, hè? Maar het is ook gewoon oké, nu niks verstaan, want je had al vieze handen door alles. Ja, ik heb geen vieze handen meer. Nog 4 minuten. Ik ben daar gewoon. Ik ben daar gewoon.
Oh, I need to know. Ik neem camera aan je arm. Meis, er zit genoeg in. Mijn mooie. Wat leer jij van mij? Ja. Dag van Fun. Dag. Als we nog het bonnetje weer kunnen vinden, kunnen we dit jaar zo weer, want onze kaarten zijn niet geregistreerd. Mama. Ja, kijk eens. Of zit daar nog de pepermuntje en de tandenstoken nog wel van gisteren van mij? Waar? In die tasje? Nee. Waarom? Hier. Ja, kun je naar de oorbaan via die brug? Brug. Was wel geslaagd dus. Deze is helemaal vulkaan. Al jouw kleren moeten in de was. Die berg. Oh, maar daar knik ik zo waar. Wil je met de leraar? Deze is helemaal vulkaan, die berg, hoor. Ja, of niet in de natuur. Boom, vulkaan. Ik heb het even gekregen. Wil je jongens of je meisje? Ik weet het, is geen diepe. En het loopt.